different from your eyes. See you for a moment, even hoping I can feel you. See you, all that I wanted was to see that I need you. Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSPD van Amor. En vandaag ga ik op pad met deze Touran 2010. Ja, ik zou zeggen 2011, maar blijf bij 2010. Gemaakt door het ministerie van Mods. Daarachter is een Touran 2016, ook gemaakt door het ministerie van Mods. En dan komt er een hele shout-out voor alle leden van het ministerie van Mods. Er zijn namelijk drie. De kast met inhoud is gemaakt door Wander. Ja, Wander is echt een fantastische gozer. Wat die gast allemaal kan, dat is ongelooflijk joh. Dan heeft Luc eigenlijk de hele Touran game ready gemaakt. Niet iedereen heeft door wat van werk dat is. Luc is gewoon een gekke gozer, hij fixt die shit gewoon. En dan heb je nog Mark natuurlijk. Heel veel dingen van het ministerie van Mods zouden niet zijn zonder hem. Texas en interieur, heel veel details door hem. Dikke 4K reflexen, reflective skin door hem. Nou, dikke shout-out naar het ministerie van Mods. Naar iedereen van het team. Dat mag ook wel eens gezegd worden, lijkt me. De Discord link staat in de beschrijving van ze. Nou, shout-out gedaan. Dan gaan we nu beginnen met voertuigcontrole. Dat zien jullie zo meteen in beeld. Want er zijn wel echt gave details aan dat voertuig. Kijk bijvoorbeeld ook die tie wraps al op de velgen. Nou, waarvoor is dat dan? Laat het maar weten in de comments. Ik weet het. Ik ben benieuwd of jullie het ook weten. Nog meer details. Ja, superveel. Als je ook hier naartoe gaat kijken, joh, moet je kijken. Waarschijnlijk hier ook, staat nog ergens, nee, er staat geen Hornak op. Ik meen dat het altijd wel een stickertje plakte, maar dat is geloof ik bij die wel. Hier plakt wel iets. Oh, Modifor, dat zeggen we gewoon, Modifors. En het kastje daarbinnen, dat is van Hornak. Deze heeft ook de tie-wraps natuurlijk. Maar laat maar weten waarom. We gaan nu in ieder geval de Touran controleren voordat we de straat op gaan. En ik zie jullie zo meteen weer. Zo, voertuigcontrole gezien, ik hoop dat het mooie beelden zijn geworden. Moeten we lichtjes aan, ja, dat is netjes. En we gaan kijken wat de dienst gaat brengen. Doen we voertuigcontroles meteen. Ik ga het volgende kenteken voor je aandrukken. 8-0, Zulu, India, India, 0-7. Die krijgen we meteen een stopteken voor mij. Proceed with caution. We gaan het blauw erbij aanzetten, anders stoppen ze niet. En laten we even volgen. Natuurlijk ook nog steeds de Nederlandse verkeerslichten. Samen met de German Road Textures en verkeersborden natuurlijk ook gemaakt door Wander. Ja, de weg die is wel te downloaden in ieder geval. Dat zijn de German Road Textures. Nou, dat ziet er denk ik alsnog beter uit dan de GTA Textures. Dus ja, dan krijg je wel een beetje toch het Europese Nederlandse effect inmiddels al. Dus ja, dat is wel tof. Iets meer de stoep nog opkomt, dan ben ik helemaal tevreden. Top. Het rijbewijs van de bestuurder zou in ieder geval ongeldig zijn verklaard. Ik weet niet of dat deze meneer is. Hi. Goedendag. Voor mij een rijbewijs. Dat is geloof ik niet deze meneer, hij is niet de eigenaar van het voertuig. Oké, nou goed. Ja, we kregen in het systeem te staan dat de eigenaar van het voertuig niet verder mag rijden met het voertuig.
of in ieder geval niet mag rijden met haar kenteken, was geloof ik een vrouw. Dus maar dat is deze meneer niet. Dus nou, in ieder geval bedankt meneer. Oh, sorry, ik duw weer op de verkeerde knop. Sorry, wat heb ik gedaan? Kom hier. Kan ik jou nog spreken? Nou, oké. Okay. Mag je je weg vervolgen? Fijne dag nog. Attention unit 6, Lincoln 12. We've got a kidnapping in Spywood Hills. Rijdt alsjeblieft prio 1. Proceed with caution. Ik kan weer een vest gedaan. Voor de zekerheid. Er is een kidnapping die op dit moment heeft plaatsgevonden. Of er wordt op dit moment iemand gekidnapt. Een bekend persoon. Dus ik weet niet of er wapens bij in het spel zijn. We zijn in ieder geval prio 1, maar niet helemaal met toestemming. We doen in ieder geval alleen blauw aan, tot verkeer mij wel in de gaten heeft. Blauw gaat inmiddels al uit. We zijn er namelijk al bijna. Maar dat is in ieder geval... Voertuig gaat als we te zien meteen vandoor. Gaat de draai maken. Maar ja, dat gaat wat moeilijk. Er zit dus mogelijk nog iemand achterin die tegen haar wil in, of tegen haar zijn of haar wil in dit voertuig zit. Zij achtervolging voertuig aangetroffen. Eén collega vraagt om assistentie. Gaan we de ene steeds kant op. Rijdt alsjeblieft prio 1. Snelheden hier. Nogmaals, ik had laatst hier ook al een achtervolging, toen heb ik hem gestaakt. Maar dit kun je echt moeilijk staken en zeggen van nou weet je wat, laat maar zitten, want er zit iemand achterin die dus gegijzeld is. Loop mijn hele tyran, joh. Vuurwapen trekken. Uitstappen, handen omhoog. Omhoog die handen. Ik ben aangehouden. Negeer een stopteken. Gevaarlijk rijgedrag en ontvoering. Graag het transportje deze kant op. Ik ga eerst fouilleren. Ah, er komt een ambu. En die ambu die is er niet af. Die ben ik samen aan het maken met Enomods en onder andere ook Heumods. Ja, ik vind hem wel vet. Hoi ambu, of, hoi ambu en hoi mevrouw die... Goed, ga een transportje de kan op. Maar ja, die ambu die wil ik graag. En hij is op zich wel... ziet hij er al goed uit. Maar nogmaals, hij is niet af. 12.05, ik ben onderweg. Dat is wel hoor. Wat is dat dan? Huh? Fuck. Dat is hij... Oké. Okay. Dat was zeg maar... screenshot maken. Dus dat is, die heb ik ook erin staan, maar die hebben we nog niet gebruikt. Maar kijk, dus als je... Oké, okay. Nou, vreemd in ieder geval. De persoon gaat mee met de ambu, of het slachtoffer gaat mee met de ambu. En de verdachte gaat mee met een transporteenheid. Grond is melding af. En we blijven meteen door.
nog een volle melding en dan crasht hij. Dan zie ik jullie zo meteen weer. Zo, we zijn weer terug in de stad. We zijn even lekker aan het posten hier. Kijken of we nog opvallende dingen zien. Het is tot nu toe rustig gebleven. Maar dat kan natuurlijk zomaar omslaan. Ja, we gaan nog even door, een minuutje of 10, 15. Kijken hoe de dienst ook nog verder gaat lopen. En dan is het weer klaar voor vandaag. En dan ga ik jullie nu alvast... Volgt hier een eerste als je bericht voor alle wagens. Nou, daar gaan we niet heen. Kan een melding zijn waar de noodhulp afgaat. Maar in mijn geval dan zou ik daar naartoe moeten gaan en zou ik die bom even onschadelijk moeten maken. Want dat is een melding voor de bomsquad, zo te zien. Dus dat gaan we maar even niet doen. Maar ja, dus zometeen of straks, dus ga ik nu al vertellen als het einde video is. Dan is de eerst volgende video een video met Jan Willem. Hij crasht al, dat is niet zo handig. Maar dus dan zien jullie binnenkort een video samen met Jan Willem en dat is zaterdag dus. Ik hoop dat jullie er een beetje zin in hebben, ik in ieder geval wel. Ik vond het wel erg leuk om met hem op te nemen. Dus dan zien jullie allemaal zaterdag, een van de 3, 4 video's die jullie gaan zien met Jan Willem. En zeker nog wat meer denk ik. Want ik weet niet Jan Willem of je deze kijkt, zal wel niet. Soms kijkt hij, gaf hij ook wel toe. Soms zie ik ook een comment van hem voorbij komen, maar ik denk dat hij het toch wel erg leuk vond en hij zei zelf al, ik wil zeker nog een keer terugkomen. Dus het gaat wel goed komen. Ik ga even het script opnieuw opstarten, alles opnieuw opstarten. En dan gaan we verder waar we gebleven waren, namelijk wachten op een melding. Tot zo. Wat gebeurt hier? Die cabrio, die zit hier te drift of te... weet dat? Te... ja, wielspin. Of hij komt gewoon niet weg. Ik weet niet. Maar deze witte doet ook raar. 12-01-13-12-01. Spot on. 6, Lincoln 12. We have a carjacking in the GWC Engulfing Society. Rijdt alsjeblieft prio 1. Hier kunnen we natuurlijk niet blijven staan. Mevrouw, dus we gaan even snel. Als je even volgt, kunnen we misschien nog... hier bij de bushalte gaan staan. Ja, of ze kan gewoon niet met het voertuig omgaan of er is echt wat, er zijn wat problemen met die rem. Want ze remt ook extreem raar steeds. Goeiedag. Hi. Voor mij even rijbewijs. Kiflam. Kate West, ik ga hem even aantrekken. Oké, goed. En waarom die burn-out? Sorry Gent, ik wilde wat plezier hebben. Nou, dat had je ergens anders kunnen doen, waar, sowieso waar je mij niet zag, want je zag mij sowieso. Voertuigen achter je hadden er duidelijk last van, want die reden steeds naar achter en die wilden langs je, dat lukt allemaal niet. Burnout zal er niet tussen staan, dan gaan we gewoon dangerous driving doen, of careless driving. Zo. Goed, krijg van mij een bekeuring en dan mag je daarna normaal je weg vervolgen, zie ik nog een keer, dan ja, krijg je wederom een bekeuring. Dus het is aan jezelf. Oh. Die stond nog net niet. Nou, laat ze maar lekker staan. Het gaat wel uitlopen in een hele ramp. Wat een drukte hier overal hier. Waarom staat die blauwe auto nou stil? 12-01-13-12-01. 12-01. 6, Lincoln 12. We've got a possible stolen vehicle in Del Perro. Rijdt alsjeblieft prio 1.
daar onmiddellijk. Uitstappen, stoppen. Uitstappen, hier komen, lekker man. Hoppakee, tram in je bakkes. Dit is mijn bus nu. Kom on, oh hij gaat er vandoor. Stop uit Wim. Zet voor de voet, staan blijven. Meewerken, hoppa, verkeersbord op je bakkes. Meewerken, kom op hé. Police, stop whatever the hell you're doing. Staan blijven, ik heb een wapenstok en ik ga hem gebruiken. Wait up! You're an asshole! All units, code 4. LSPD! Don't make me say eenmaal aanhouding. You're under arrest, you piece of crap! Nou ja, dat is ook nergens voor nodig, meneer. Hey pal, can you get out of the way? Hij had de vuurwapen bij, heb ik geluk gehad. Goed. Nice, je hebt hem aangehouden. Gevaarlijk rijgedrag, negeren stopteken en diefstal van een bus. Van een voertuig. Niet aan verplicht, je hebt recht op rechtsbijstand worden gebruikt te maken. Zo ja, heb je zelf een advocaat voor je eentje toegewezen krijgen van het Openbaar Ministerie. Dat lossen we allemaal op het bureau wel op. Kom een transporteenheid. Als dit nou in het echt zou gebeuren, als ik dit in het echt zou zien gebeuren, dan zou ik echt wel even snel die Touran instappen. Niet om dan mijn weg te rijden of even cool te doen, maar even die sirene uit te zetten. Want nu staat er achter de sirene aan. Iedereen denkt van wat fuck is dat? Zou dat mogen? Zou ik... Dat is echt een vraag die ik me wel eens afvraag. Stel nou dat er gewoon een achtervolging langskomt. Die stopt daar. Sirenes blijven aanstaan. Agenten rennen erachteraan. En het voertuig staat daar stil. Ja. Zou je dan mogen instappen en die sirene even uitzetten voor ze? Want aan laten staan dat is ook nutteloos lijkt mij. Of niet echt nodig. Ik weet helemaal niet of dat mag. Lijkt me wel. Alleen misschien krijg je heel veel mensen die denken van oh, wat ga jij doen, waarom stap je die auto in? En dan gaan ze je tegenhouden ofzo. En ja, jongens, het is echt druk hier trouwens. Piep. Zo. Ja, wat gaan we met die bus doen? Die zet ik maar even ergens veilig neer. Want ik ga hem niet laten afslepen, want dan krijg je een takelwagen die... drie keer zo klein is als de bus zelf en heb je dadelijk tot mijn game denkt van nou dat gaat niet helemaal lekker. We gaan met onze Touran in en dan gaan we door. 1201 dat is 1201 over. Lincoln 18, we've got a bank heist in downtown Vinewood. Zo, aankomst terug op het bureau. Wij gaan naar binnen, we gaan beginnen met tikken. Meldingen afronden moet natuurlijk ook gebeuren in het systeem. Hè? Oh, sorry. Ik ga jullie... Nou, rustig aan hoor. Ik ga jullie bedanken voor het kijken, of het je een leuke video vond. Ik zie jullie graag over twee dagen, zeg ik het goed. Over een paar dagen in ieder geval, bij een nieuwe video, samen met Jan Willem. Ja, hoe dat gaat aflopen en of we het dan een beetje goed doen, dat zien jullie zaterdag. Tot dan, doei.